back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA, I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, hallo allemaal. En leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrax, de enige echte. Ik ga op vakantie. Ja, ik had al 300 keer gezegd van jullie zien wel wanneer ik op vakantie ga. Ik ga nu op vakantie. Vanaf nu krijgen jullie dus 7 dagen lang vakantievlogs van mij te zien. En in ieder geval hartstikke gaaf. Waar ik naartoe ga, dat weet ik natuurlijk wel. Maar dat ga ik nog even niet vertellen. Of zal ik het wel vertellen? Nou ja, jullie hebben het al aan de titel gezien. Oké, ik zal vertellen waar ik naartoe ga. Ik ga naar Marveld. Marveld Recreatie in Groenlo. Dat leg in, in de Achterhoek. Vlakbij tussen Doetinchem en Enschede in. En het is, vroeger was het eigenlijk een camping. Was het vroeger eigenlijk. En ze hebben er in 2005 of zo, hebben ze er huisjes neergezet. Het is dus een park wat vroeger eigenlijk een camping was tussen Enschede en Doetinchem in. En vroeger was het dus alleen een camping en tegenwoordig in hebben ze er ook huisjes neergezet. Vanaf, 2005, 2006 hebben ze er huisjes neergezet. En wij hebben het luxe huisje met bubbelbad en sauna erin. Nou, de sauna, dat vind ik allemaal wel best eigenlijk allemaal. Ik ben niet zo'n sauna-klant. Maar ik ga voor het bubbelbad. Ja, ik ga lekker voor de jacuzzi. En dan ga ik lekker in de jacuzzi zitten elke avond. Heerlijk, lekker relaxed. En we gaan ook wandelen. We gaan naar het stadje Groenlo toe. En in ieder geval kunnen jullie de aankomende 7 dagen alleen nog maar vakantievlogs zien van mij. Ik ben dus al inmiddels, als jullie dit zien, ben ik alweer thuis. Want het is een week van tevoren opgenomen. Ik ben met mijn vlogs een week vooruit gegaan. Zodat het lekker een geheim bleef. Op Twitter konden jullie wel het een en ander zien. Hebben jullie wel, de mensen die mij op Twitter volgen, die hebben overal alles kunnen zien. Waar ik naartoe ben geweest, wat ik allemaal gedaan heb. Maar degene die geen Twitter heb, jammer voor je. Maar nu krijgen jullie dus te zien wat ik dus allemaal gedaan heb. Wat ik allemaal beleefd heb in Groenlo. Ja, dat weet ik nu nog niet op het moment van filmen. Maar jullie, als jullie dit gezien hebben en jullie hebben me gevolgd op Twitter wel. Nou, een hoop gelul allemaal weer. Waar allemaal niks om gaat. Ik ga nog snel de laatste dingen inpakken. En dan, dan kunnen we gaan. Dan is het zover. Dan ga ik eindelijk op vakantie. Lekker een weekje naar Groenlo. Ik spreek jullie allemaal weer als ik dadelijk ergens bij de snelweg even uit zit te rusten. Weet ik voor allemaal. Ik ga nog even onderweg nog even een keertje stoppen. En dan neem altijd een bakje koffie. Broodje erbij gezellig allemaal. Dus dat gaan we nu even doen. En ik spreek jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou en inmiddels ben ik in het vakantiehuis hier. En kijk dit bad is even, jongens. Kijk eens aan. Oh. Dat wordt bubbelen. Ik ga natuurlijk nog wel een keer een filmpje maken als ik erin zit. Maar kijk dat bad is even, jongens. Heerlijk hoor, hé. Lekker. 7 dagen lekker in het bad zitten. Heerlijk. Nou ja, 6 dagen. De 7e dag gaan we natuurlijk weer naar huis. Maar dit is het bad, jongens. Er zitten 3 standen op. Er zitten 5 knoppen. 4 knoppen. De vul- en stopstand. Een leegloop. Watermassage.
en luchtmassage. Dat zijn eigenlijk de twee opties die je kan kiezen. En dan nog een knop om hem te vullen en een knop om hem te legen. Nou, als dat niet even lekker is, jongens, ik zal er eens even alvast in gaan zitten. Oh, hij is een beetje nat, dus ik kan niet helemaal beneden. Oeh. Oeh, hoppakee. Nou, daar zit ik dan, hè. Zo, lekker hoor, hij. Nou, kijk eens even. Als die dadelijk helemaal gevuld is en het bobbelt, dan gaan we weer lekker genieten van een lekker badje. Heerlijk hoor, hij. Ik zal nog wel een keer filmen. Als ik er alleen in zit, mijn moeder die wil niet op de film. Dus ja, dit is het heerlijke bad. En dan hebben we hier ook nog een aparte douche. Boven heb ik ook nog een douche. En hier heb ik ook nog een douche. Ik zal nog wel een keer een hele rondleiding doen van het huisje. Maar hier kan dan nog een deur open. Maar die is wel ontzettend lekker hoor. Hey. Ik denk dat hier wel 5 à 6 personen in kunnen. Nou, hier nog een gebruiksaanwijzing hoe die werkt. Maar ja, ik ben er al zo vaak geweest dat ik dat onderhand wel een beetje weet. Dus, maar hier ga ik dus de komende 6-7 dagen maar even wel in vermaken. In het lekkere bubbelbad. En dan gaan we lekker bubbelen. Oh, heerlijk zeg. Zo, ik zit nou al. Laat hem maar vullen hoor. Nou, hoe was de heenweg? Oeh, ik ga zo naar Bukkes. Hoe was de heenweg? De heenweg was goed verlopen. Noem we onderweg nog wel eventjes een keertje dat we een vrachtwagen tegenkwamen. Oh. Auw. Ik breek mijn nek haast. Ik ga eruit, want ik breek mijn nek haast over de dingen heen. Zo. Hoppa. Nee, onderweg kwamen we nog een vrachtwagen tegen met die net een klapband had gehad. Dus de hele weg was bezaaid met de rubber. Ik zal wel eens even kijken aan mijn auto. Moet nog even kijken dat ik geen schade heb. Maar ik denk het niet. Maar er was wel even een aardige klapband. Allemaal rook kwam er achter die andere op die auto. Onder die auto vandaan. Dus er was wel even wat. Kijk, hier heb je dan nog een. Even kijken, hoe deed dat ook weer? Oh ja, zo moet ik dat doen. Zo. Even wachten, dan ga ik eens even anders doen. Zo, dan moet ik die omhoog doen. Hop. Als ik die omhoog doe. Nee. Nee, hij doet het niet. Nee, hij doet het niet. Hij doet het niet zoals ik wil. Maar wacht even hoor, ik ga het eens even proberen. Nu is hij wel open. Kijk, nu heb ik hier nog eens even lekker. Kun je hier nog naar buiten? Huppakee. Kijk, dan ben je aan de achterkant van het huisje. Hier gaat de deur weer dicht. Kijk, dan ben je hier nog. Dit is eigenlijk het uitzicht aan de achterkant van het huisje. Ziet er wel heel erg mooi uit. Lekker bossen. Alleen het gras is een beetje verkleurd, maar ik denk dat dat nog door de hitte komt. Van de afgelopen tijd. Nou, en dit is ons huisje, jongens. Dit is ons mooie huisje. Ik kan het huisje helemaal rondom filmen. Dat zal ik ook gelijk even doen. Hier staat ook mijn auto. Dus daar draai ik hem even om. Zo. Nou, hier is het huisje. Dit is het huisje. Huppakee. En wij hebben dus huisje nummer MH36. Ja, ik kan het nou filmen, want als dit online komt, dan ben ik alweer pleit dus. Maar dit is de omgeving. Dit is de voorkant. Dat bovenste raam hier, oh, dat is mijn kamer. En hier heb je dan nog een slaapkamer en hier zit ook nog een aparte ruimte in. Waar allemaal spullen allemaal opgeslagen zijn. Hier zit ook de boiler van het bubbelbad. Zit hier zo. Dus
Dat is een beetje het huisje. Ziet er wel erg mooi uit. Ja, ik ben hier al heel veel keer geweest, dus voor mij verbaast het allemaal niks. Maar voor degenen die het nog niet gezien hebben, die hier nog nooit geweest zijn. Nou, zo ziet dus een huisje eruit. Het luxe huisje. Dat is het luxe huisje. Nou ja, ze hebben nou weer nieuwe huisjes gebouwd. Voor mij zijn die nog iets luxe dan... Dan hebben we hier de woonkamer. Hier hebben we de woonkamer. Hier heb ik mijn computer staan, mijn laptop. Twee koelkasten, een wasmachine, toilet, slaapkamer. Nou, hier waren we er net doorgegaan. Ik moet wel even de deur weer even op slot gooien. Die had ik natuurlijk open gezet. Nou, ik zeg, ik ga nog wel eens een keer een roomtour doen, maar... Ik moet nog even naar kijken. Oh ja, hebben we hier nog de sauna trouwens. Niet dat ik die ga gebruiken, ik ben niet zo'n sauna klant. Hier ook de sauna. Nou, hier hebben we nog een lekker saunaatje hoor. Kijk eens eventjes, hup, ik zal de deur even dichtgooien. Nou, kijk eens even. Kan je hier lekker leggen. En dan kan je nog even lekker in de sauna. Gewoon in je eigen huis, hier zit het allemaal. Gewoon een privé sauna. En een privé whirlpool. Hier heb je dan nog een bank. Hier heb je nog een bank. Hier kan je leggen, weet ik veel wat. En hier heb je blokjes. En kan je gewoon de sauna in. Hier ook. Lekker hoor. Hier nog een thermostaatje. Kijken hoeveel temperatuur het is. En dit. Dus het is wel heel erg mooi. Dan gaan we er weer uit. Hoppa. Nou, dit is de slaapkamer van mijn moeder. Die ga ik niet filmen. En dit is dan... Gaan we de trap omhoog. Dit is dan mijn slaapkamer. Dit is mijn slaapkamertje. Met een tweepersoonsbed. En hier dan uitzicht naar buiten. Dan nog televisie. En een kast en een wassen gebeuren. Hier ook nog een extra wc. En hier heb je nog een douche. Extra douche. Tweede douche. Een wastafel. Mijn moeder gebruikt de wastafel beneden. Dus ik heb gewoon een eigen douche en een eigen wc voor mijn eigen. Babydingen en zo voor als je kinderen hebt. En dan heb je hier nog een slaapkamer met 3 bedden. Dus ja, het is wel ontzettend mooi. Hier ook allemaal kosten. En dan hier de uitzicht. Eigenlijk heb je hier het uitzicht naar achteren. Dus zo ziet het er een beetje uit hier ook, jongens. Nou, hier ook nog een paar kosten. Oh, die had ik al gefilmd. En, nou, dit is het in ieder geval. Oh ja, mijn slaapkamer, daar loop ik nog even terug. Hier heb ik ook nog een extra televisie. Extra televisie in mijn slaapkamer. Altijd lekker. Kun je nog even lekker op bed en dan kan ik lekker... Vanuit mijn bedje kan ik lekker nog even televisie kijken, hè, 's avonds. Nou, en dit is eigenlijk de rondtour. Dit is eigenlijk het huisje, hoe het eruit ziet. Ik weet nog niet of ik vanavond nog wat ga doen, dat we nog even gaan wandelen. Ik zie het wel, maar dan neem ik jullie in ieder geval mee een beetje door het park heen. Dus ik ga hem weer even neerleggen en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en inmiddels ben ik het bad aan het vullen en hij is al lekker hoor. Wat een lekker badje, heerlijk. Lekker in bad. Ik ga er nog eventjes lekker even een uurtje even genieten. Even lekker in bad zitten. Lekker hoor. Ik ga het niet filmen, daar heb ik geen zin in. Ik ga lekker
badderen. Hij is al aardig temperatuur al. Even voelen. Ja, hij is lekker hoor. Lekkere dikke schuimlaag erop. Heerlijk. Heerlijk. Zo, en dat was mijn eerste dag hier in Marveld. Ik weet niet of het een langere vlog is geworden, maakt me ook niet uit. Het is in ieder geval de eerste vlog die ik jullie kan aanbieden. Of al mijn vakantie. Ja, misschien zal het de volgende vlog wel langer zijn. Ik weet niet hoe lang ik gefilmd heb. Want ik ben nog bezig met een nieuwe intro en nieuwe outro. Ik weet niet of dat gelukt is. Ik wil in ieder geval in mijn vakantie kijken voor een nieuwe intro en een nieuwe outro. En ja, ik ga kijken of het lukt. Ik weet niet op het manier van editen als dit of dat het dan gelukt is, maar dat gaan we vanzelf wel zien. Ik ga hem in ieder geval afsluiten. Ik ben moe, ik ga naar bed. Het is 11 uur en ik ben zat. Ik ga lekker naar bed toe. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer. En druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of een livestream is. En dan zeg ik alleen nog maar de groetjes van deze kant. En ik spreek jullie allemaal morgen weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. Groetjes allemaal en ik zou zeggen, tot morgen. Bye!